Hey, welkom bij Beweeg met Bart. We gaan vandaag weer een toegankelijke training doen die ook geschikt is voor ouderen. De training van vandaag is een beetje bijzonder. Het is namelijk een oefening met een combinatie van altijd twee verschillende oefeningen. Een zogenaamde CrossFit training. We hebben al eerder zo'n training gedaan en omdat ik zo'n positieve reacties van jullie krijg over die training, doen we er vandaag nog eentje zo. Als je liever een aantal eenvoudigere oefeningen hebt, dan kan je die gerust hieronder op het kanaal vinden. We gaan erin vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag twee flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En de training van vandaag is dus een CrossFit training waarin we 5 blokjes gaan doen van 2 minuten, waarin we telkens 2 oefeningen combineren en afwisselen. De eerste oefening waarmee we starten zijn jumping jacks op een stoel en daar mag je er 4 van doen. Dit is 3. En 4. En dan mag je 4 keer gaan rechtstaan. 1. 2. 3. En dan gaan we weer 4 jumping jacks doen. En dat mag je aan je eigen ritme zo blijven doen gedurende de 2 minuten. Heel goed. Je zal merken dat je hartslag dadelijk zal stijgen hiervan. Telkens 4 keer recht staan en 4 jumping jacks. Je hoeft mijn ritme niet per se te volgen. Je mag sneller gaan, je mag trager gaan. Heel goed. Dit is de 4e voor mij. En dan ga ik weer 4 keer rechtop. Fantastisch. We zijn ondertussen al een minuut bezig. Dus we zijn ongeveer halverwege ons eerste blokje. De bedoeling van deze training is om spierkracht te trainen, maar zeker ook om je hartslag te trainen, waardoor je ook je VO2max laat stijgen. Heel goed. Heel goed. 4 jumping jacks weer. Nog 1 keer, 4 keer rechtop. Fantastisch bezig. Dit is 3. En dit is de laatste. En dan mag je daarna blijven zitten op je stoel. En dan gaan we 4 keer onze handen, die zijn hier naast onze schouders, boven ons hoofd brengen, gestrekt. Dit is 2. Dit is 3. Dit is 4. Handen die plaats je dan op je stoel of op de leuning van je stoel. En dan gaan we een glute bridge, een billenbrug maken. 4 keer. Ja, dus je billen omhoog drukken. Ja. Zwaar aan de armen ook. Dit is 4. Dan gaan we maar zitten. En dan gaan we weer 4 keer omhoog drukken. Heel goed. Doe het rustig aan. Zo snel als wat jij wil. Dit is 4. En dan zijn we weer bij de glute bridge. Oefening voor de bilspieren. 4, 3, 2, 1. Heel goed. En dan weer die handen de lucht in. Heel goed. 3 en 4. En dan gaan we weer omhoog met die billen. Als je niet zo hoog kan gaan, dan niet. Geen probleem natuurlijk. Tussenin raak je de stoel of raak je de stoel niet. Dan mag je zelf kiezen. We gaan zo nog een kleine minuut door. 4. En dan weer die billenbrug, de glute bridge. 4. 3. 2. 1. Fantastisch bezig. 3. Nog. Eentje erbij. Oké. Duw omhoog. Nog 15 seconden ongeveer. Dus we gaan nog 1 keer de handen kunnen heffen. 4 keer nog. 4. 3. 2. 1. Fantastisch bezig. Heel goed. Je mag recht staan en je mag er je flesjes bij nemen. Pak die flesjes erbij.
Daarmee ga je recht staan. En daarmee gaan we een deadlift doen. Een deadlift, een beetje plooien door de knieën. Ga je de flesjes laten zakken tot voorbij de knieën en dan rechtop komen. Dat gaan we ook 4 keer doen. Ja, als je recht komt, probeer je billen naar voren te drukken een beetje. Ja. Nog 1 keer. Ja. Dan blijf je rechtop staan. En hier gaan we 4 keer een biceps of een biceps curl doen. Flesjes naar je schouder brengen. Dit is 4. Ik draai de flesjes weer. Ja, ik laat ze zakken. En dan gaan we hier weer die deadlift doen. Heel goed. Eigen ritme. 4 keer van elk. Altijd 4 keer van elk. Ik draai de flesjes weer. En ik laat ze weer omhoog komen. Heel goed. Dit is 3. En dit is 4. Flesjes draaien. En weer laten zakken. 1. 2. 3. En 4. Flesjes draaien. En weer omhoog. We zijn voorbij de helft. Dit is 2. Dit is 3. En dit is 4. Ik draai ze weer. En ik laat ze weer zakken. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Oké. Terug die bicep curl. Schitterend bezig. Hartslag voelt het goed. En dan hebben we nog tijd om nog 1 keer die deadlifts te doen. En dan nog 1 keer de bicep curls. Gaan we er nog achter plakken. 4. 3. 2. 1. Zet de flesjes rustig neer. En dan ga je met je handen tegen de muur steunen. Tegen de muur steunen. Of tegen een deur steunen. Of eventueel op het aanrecht van je keuken. En dan gaan we op die manier, ofwel op het aanrecht, ofwel tegen de muur, onze hak heffen. 1. 2. 3. 4. En dan gaan we 4 keer pompen tegen de muur. 1. 2. 3. En 4. En nu gaan we weer 4 keer die hak heffen. 2. 3. En 4. En dan weer pompen. En dit hou je zo aan. Op je eigen ritme. Fantastisch bezig. Hak in de bil noemen we dit. Want je hak die gaat zo ver mogelijk in de richting van je bil. Heel goed. En dit is 4. Dus ik wissel weer. En we zijn halfweg onze 2 minuten. Je voelt waarschijnlijk wel hoe hard je lichaam aan het werken is. Fantastisch. Het zijn armspieren gecombineerd met bilspieren. En ik ga weer pompen. Als je merkt dat je te moe wordt in je armen, ga gerust iets dichter staan. Ja. En dan weer hak in de bil. Of als je merkt dat je te moe wordt in de armen, kan je ook gerust 8 keer hak in de bil doen en 2 push-ups doen. En dit is de laatste. En rust, heel goed. Dan zitten we bij onze laatste 2 minuten. Daarbij gaan we opnieuw 2 oefeningen combineren. En dat is ten eerste de donkey kick. Daarbij mag je op de stoel steunen, rustig aan. Mag ook op de leuning van de stoel zijn of op de rand van de keuken. En daarbij ga je een donkey kick doen. Dus achterwaarts trappen. Dat gaan we geen 4 keer doen, maar 8 keer. Dus dit is 4, 5, 6, 7 en 8. En dan gaan we onze voet neerplaatsen. Een beetje verder van de stoel wandelen. Ja. En we gaan hier een mountain climber doen. Zo, mountain climber. Ja. Dat gaan we ook 8 keer doen. De knieën die breng je naar de stoel. Naar de ellebogen. Nog 2. En dit is 8.
Dan wandel je terug iets dichter en dan gaan we hetzelfde doen met ons andere been. De ezelstrap, de donkey kick, 8 keer. Dit is 4, dit is 5, 6, 7, doe het rustig aan en 8. Terug ietsje naar achter wandelen met je voeten. Probeer je zitvlak wat te laten zakken. Dan gaan we hier die mountain climber doen. Als je het moeilijk vindt, dan mag je je zitvlak iets hoger houden. Als je het makkelijk vindt, laat je je zitvlak iets meer zakken. Dit is 7 en dit is 8. Dan ga ik terug met dit been. 8 keer. Dit is 4. 5. 6. 7. En 8. En dan nu weer die bergbeklimmers. Dit zijn dus bergbeklimmers. Ja. Als je het moeilijk vindt, kan je gerust iets hoger staan met je steun. Ja, op die manier. Dit is 7. En dit is 8. En dan gaan we terug naar onze ezelstrap. Daarbij gaat je knie altijd een beetje naar voren. En dan gestrekt been achteruit. Heel goed. Zoals een ezel ook trapt. Donkey kick. 7. En dan de laatste 8 mountain climbers. Ik ga mijn stoel draaien. Ik heb het graag iets lager. Ja. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En rust. Fantastisch gedaan. Heel goed gewerkt alweer. En ik ben wel benieuwd wat jij vond van deze training. Misschien iets moeilijker om te volgen. Je moet er zeker je focus bij houden. Iets anders misschien dan sommige trainingen. Maar omdat ik weet dat sommigen wel fan waren van de CrossFit training, heb ik er nog zo eentje toegevoegd. Dus laat gerust even weten hieronder wat je ervan vond. Als je nog niet geabonneerd zal zijn, laat dan een belletje rinkelen hieronder en klik op abonneren. Dan krijg je elke dag een nieuwe melding. Als je vindt dat ik het verdiende, geef dan ook een like. En dan zie ik je heel graag morgen gewoon terug voor een nieuwe training.